Doe dan. Dag Gandalf. Dag mijn moppie. Dag kereltje. Tot later, schat. Zijn echt mijn sokken? Echt mijn sokken? Ja, echt waar. Stel je dwarsje. Een hele goedemiddag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ik ga ze er zo meteen even uitlaten, maar ik ben boven even aan het werk geweest. De wasmachine draait, de droger draait. Ja, en Claudia die zou vanmiddag komen. Ja, wat denk je? Heeft ze gisteren iets weer genomen waar ze van weet dat ze dan weer last krijgt? En dat waren 2 slokken milkshake. Ja, dan mag ze niet aankomen. Ja, dus dan gooit ze er alles weer uit. Is ze weer ziek. En dan komt ze morgen vrije dag. Ja, eigen schuld, dikke bult. Moet je het me laten. Je moet niet hetgene nemen wat je wel lust, maar niet verdragen kan. Ja. Dus ja. Dom. Dombolientje, je hoort op de dombo thuis. Ja. En ik mag hopen dat ze deze vlog krijgt te zien. Ja, want ze is gewoon dom bezig. Ja, leer ervan. Ik hoop dat je ervan leert. Ja, laat de dingen staan waar je niet tegen kan. Dikke maar. Je weet wat je mag en je niet mag en toch doen. Ja, is niet goed voor je. Maar vandaag. Wat ga ik vandaag doen? Ik weet het niet. Wat ik al de hele tijd zeg, ik heb naaispullen staan, maar ja. Met het mooie weer heeft er ook niet zoveel zin in. En hij heeft zin in andere dingen, et cetera. Maar ja, komt wel goed. Ik zie wel hoe de dag gaat verlopen. Ik wens jullie in ieder geval een hartelijk welkom weer bij een gloednieuwe vlog. En we leven vandaag op vrijdag 2 september 2022. En we leven om 1:15. Dus ja, dat allemaal. En net zoals wat ik al zei, ik loop andere week voor de kankerbestrijding, ja. Dus ook daar heb ik zin in, ondanks dat het met zo'n kartonnenachtelijke apparaat gaat. Ik vind een bus veel mooier gebaar, dat je dus je geld daarin kan doen. In ieder geval, ja, en of dit nou werkt, 1, 2, 3, want ik hoor het zo vaak dat het ook wel eens misgaat, ja. Want dan lukt die pincode niet bij een persoon, of dat gaat weer verkeerd, of weet ik veel wat. Dus ja, problemen genoeg en dat heen met cash betalen niet, nee. Dus mensen, ga alsjeblieft over op cash. Ja, heb ik veel liever. Ik vind het veel leuker om met zo'n bus te lopen dan dat. Kartonnen ding. Maar ja, oké. Ik hoop dat het nog wel voor de Brandwondenstichting wel nog met de bus gaat, net zoals vorig jaar. Dan vind ik dat ook helemaal fijn uiteraard. En dan komt het ook wel goed. Maar nu is het dus, de KWF, dus ja, kankerbestrijding, hè. Kanker, ja, ik weet niet eens waar de KWF exact voor staat, maar ach, het is in ieder geval kanker, wordt mij verteld. Dus ja, laten we het aannemen dat dat zo is, ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van je dag, doe het met een lach, probeer ik ook gewoon te doen en ik hou gewoon lekker mijn fatsoen. Want over mij valt niet te klagen, laat maar zeggen, want ik doe geen mens kwaad. Dus ja, ik ben altijd voor een ander paraat, ja. Dus ik doe mijn best in alles,
wat er gedaan moet worden en wat ik wil doen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet lekker weer met ons mee. Zo, lieve vrienden, ik kwam thuis met de meisjes en ja, ik kom eraan. Onderbroken door meneertje Kandalf. Moet kunnen. Ja. Dus die laten we even binnen. Ja. Hé? Moet jij naar buiten, kerel? Ik zal jullie even proberen weer om te draaien. Even kijken. Ja. Ja. Als Loos? Ga je water drinken of wil je naar buiten? Ja? Nou, vertel. Ja, vertel. Doe maar. 1, 2. 1, 2. Goed zo, kereltje. Dan moet ik even bij het raam kunnen, want als jij je kont omhoog doet, kan ik daar niet bij, ja? Ja. De hendel hebben. Nou, doe maar. Doe dan. Dag, Kandalf. Dag, mijn moppie. Dag, kereltje. Tot later, schat. En dan doen we die weer dicht. En ik moet jullie dan weer omdraaien. Dus geduld, zou ik zo zeggen. Ja. Anders dan gaat het allemaal mis. Ja, hup. Dus blijft hij voor het raam staan. Nou, bekijk het maar even. Ja, toch? Je ziet het nog staan, hoor. Dat donkere lijn. Nou, dan springt hij eraf. En de meisjes zijn ook gek. Maar jullie weten, want daar pak ik jullie er voorbij, dat ik andere week ga lopen voor de kankerbestrijding, de KWF. Nou kreeg ik de brief met stickers erin. Maar ik heb ook een pagina die is voor mezelf. Een persoonlijke pagina op een site. Die heb ik geactiveerd. En nou ken ik, want ik heb hem ook hierop. Geactiveerd, nou kan ik dus collecteren via mijn mobiel, kan ik het versturen. En ik ben al bezig geweest hoor. Dat is op die groene balk, moet ik dan drukken. En dan kan ik alles, nou kijk, iedereen wie ik maar wil, kan ik het al geven. Maar ik heb al een heleboel gedaan. Ja. En dus dat komt allemaal wel goed. Huh? Zegt er eentje. Huh? Wel leuk. Nou, José, die ken nog. Chantal ken nog. Waarom Meindert niet? Waarom niet? Mystico, waarom niet? Verena, ja, waarom niet? Hup, nog een aantal er weer bij. Nou, we merken het, want ik kan hem weer openen en dan kan ik zien wie er aan mee, tenminste wie er heeft betaald, wat de opbrengst ervan is. Zelfs buiten Den Helder, waar ik niet kan komen, hup. Ja, toch. Oké, daar zal ze ook wel lopen, maar er zijn te weinig collectanten, dus niet overal wat er gaat lopen. En dat is zo zonde. Kom op, mensen. Er zijn collectanten tekort. Zowel voor de KWF, zowel brandweeronderstichting. Noem maar op. Iedereen, alles heeft tekort. En ik weet wel, het is vrijwillig. Je moet door weer een wind. Nou, je hebt kleding niet. En je hebt een regenpak, je hebt een regenjas, wat dan ook. Dat kun je aan als het regent. Als het koud is, kun je een dikke jas aan doen, een dikke kleding aan doen, etc. Dus ja, het komt allemaal goed, lieve vrienden. Ook heb ik een leuk klein boekje mee. Daar staat stapsgewijs in hoe ze het kunnen doen en hoe ik een ander kan helpen die het niet kan. Nou ja, voilà. En die zijn echt mesjokken. Echt mesjokken. Ja, echt waar.
Stel je dwaasje. Waarom gaan we niet naar buiten? De deur die staat open. Hé, dames van het goede leven. Sst, naar buiten. Neem die doos mee. Kom, naar buiten. Jongen. Jeetje, gelijk de hele bank weer over de haarsjes. Geef ze net een schoon laken erop. En voilà. Meer. Ga naar buiten. Gosje. Nou. Jeetje, Mina. Is de koffie al te drinken? Ja. Nou, ga ik mijn koffie even opdrinken. Jullie zijn ook hartstikke wouds, hè? Stelt je gekken. Nou zo, dat is ook lekker. Dan zal ik die weer even terugzetten. Zo, anders ben ik zo ingezoomd en hij weer een beetje naar achteren. Dus ja, dat dus. Hé, jonge dame. Komt die andere er weer bij? Tuurlijk. Zal je wouzen. Maar oké, ik zei dus een leuk boekje. Van 4 tot en met 10 september. Maar je gaat niet op zondag lopen. Dat doe je gewoon niet. Anoniem. Nou, we zullen het beleven. Ja, hallo? Wacht, wat zegt u? Ik ben van Welzorg en ik bel over de scootmobiel. Ja? Ja, want er is besloten om de scootmobiel te gaan vervangen. Ik weet niet of u dat al wist. Nou, nee, en daar ben ik het ook helemaal niet mee eens, want die scootmobiel die rijdt nog als een trein. Oh ja. Ja, hij rijdt als een trein. Als een trein zelfs. Ja! Enkel, er zit een raar geluidje af en toe in. Als ik een bocht omga, dan is het net alsof die tanden poetst. Oké, nou, dat is ook niet heel... Dat is niet een probleem. En ja, en dan mijn acculader is het probleem. Want die plug die je in de booster steekt, als ik hem in de schuur laat staan met opladen, wordt dat ding kokend heet. Zet ik hem buiten in met opladen, ja, dan heb je de wind er tussendoor, et cetera, dus dan wordt hij niet heet. Oh. En dat, ja, ik heb dat heuveltje eerder gehad en toen kreeg ik een nieuwe acculader en toen was de hele heuvel weer over. Ja, dus die acculader wordt heet? Ja, die plug die je in de booster steekt. De lader zelf niet, maar die plug. Oh, die plug. Die wordt kokend heet. Ja, en dan dat geluidje. Nou, het is net alsof je met een auto rijdt en dat je dan verkeerd schakelt en dat je dan de tandenpoets hebt, weet je wel? Dat zeg je dan toch? Ja, tandenpoetsen, ja, dat geluidje. Ah, dat is niet heel lekker geluid, nee. Nee, maar voor de rest rijdt dat ding als een trein. Ik rijd de wereld ermee door, want ik ben bijna dagelijks weg. Ja, dat is een... Want ik ben een vlogster, ik zit op YouTube, ik ben altijd de hort op. Ik heb 2 honden. Ja, en de ene hond, nou ja, die moet ik aan mijn leuning vastbinden. Wat ook eigenlijk niet de bedoeling is. En ik heb er al ooit eens naar gevraagd van, wat gaat mij dat kosten om een speciaal beugel aan mijn booster te doen? Dat ik desnoods ook nog een rollator mee kan nemen. Ja. Ah, en dat ik ook mijn hond eraan kan binden, want dat is een husky border collie. Die wil werken, die wil trekken. Oh ja. Nou, dan moet je maar de voorkant doen, hè. Ja, eigenlijk wel. Ik heb hem nou dus aan de, hoe heet dat, aan mijn armleuning. Oh ja, armleuning. Ja, je hebt een veer of zo, die maak je dan vast en die zie je ook een beetje mee. Dat als die hond een keer trekt, dat hij dan een beetje meeveert voor. Ja. Ziet hij in ieder geval. Maar ze doet het nou ook dan wel goed, hoor daar niet van. Maar ik durf nou gewoon echt niet met haar weg. Nee.
Omdat ze best trekken kan, want ze... Ja. Ik weet niet, ik zal even maar... Lieve vrienden, kom straks weer terug. Nou, dan zijn we dus weer. Ja, het was er net dus van Welzorg, zo heet dat bedrijf, die de scootmobielen van Den Helder behoren te onderhouden, die dus van de WMO zijn. En de gemeente weet ik veel. Maar in ieder geval, mijn booster is eigenlijk afgeschreven. Dan willen ze hebben dat ik een andere krijg. Ja, maar ik niet. En anders zorgen ze dat ik weer een solo krijg. .nl. Verdorie, nog aan toe. Ja, en anders bestellen ze er maar een. Ja, ik ga niet op een 1 liter sterling. Dat zijn vuile roddingen. Daar zit amper een vering in. En ik heb het eerder gehad. Dat is jaren terug. En toen bestond dit ook nog niet. Niet dat ik weet, laat ik het zo zeggen. Er bestond al wel internet en er bestond al wel YouTube, maar niet dat men ging vloggen. Nee, ik weet daar niks van, dat toen al iemand dat deed. En mijn mannetje leefde toen ook nog, weet je. En toen kreeg ik een 1 liter sterling. Nou, dat zijn rotboosters. Er zit amper vering in. Ik weet wel, ze zijn weer wat gemoderniseerd, maar nog, en dat gaf ik toe, er zit amper vering in. Nou, en ik heb met mijn rug vering nodig. Ik heb hem eerder gehad en toen waren mijn bekken en mijn onderrug ultra zwaar gekneusd, zodat mijn huisarts best boos was. En hij vroeg, ja, maar hoe kom je eraan? Ik zei, nou, ik ging met de booster door een kuiltje heen. Hij zei, welke booster is voor jou dan? Ik zei, die blauwe die beneden staat. En ik wist dat er nog een rode stond en dat was een tropie. Ik zei, die blauwe die beneden staat. Hij naar beneden. Hij zegt, moment. Dus hij gaat weg en dan komt hij weer terug. Woest was hij. Hij keek mij eventjes aan en dan pakt de telefoon en dan belt een nummer. En dan gaat me daar voor een stuiver tekeer. Wil je niet weten. Nou ja, toen kwamen ze met een tropie aan. Nou, een tropie, daar zit inderdaad wel veel vering in. Maar wat heet daar? Dat is maar een kleine booster. Meer voor kleinere mensen. Maar ik zit met lange benen. Ik kon mijn benen niet kwijt. Het was van de stuur naar de stoel toe, was het ongeveer zo'n vloertje. Dus waar moet jij je tas kwijt met boodschappen? Zelfs Rijka, die had er nou niet meer kunnen zitten. Zo'n klein vloertje was dat. Dus ja, dat gaat het er niet worden. Nou ja, toen heb ik dus een solo gekregen. En die was splinternieuw. Ik vind dit zo absurd, hè. Maar ja, ze kennen tegenwoordig geen motors meer maken. Dat kunnen ze niet meer. Ja, dan moeten ze het beter onderhouden. Dan had dit ook niet gebeurd, weet je. Dat ze niet eventjes komen om het te onderhouden. Ze behoren sowieso uit hunzelf 1 keer in het jaar te komen voor onderhoud. Een grote beurt. Net als bij auto's ga je naar de garage toe voor een grote beurt. Hun behoren met de bus te komen voor een grote beurt. Ze hebben alles of in met die vrachtwagen. Ze hebben ook wel een vrachtwagen. Ze behoren gewoon te komen, weet je. Maar dat doen ze niet. Nou, ik vind dit zo, ja, doet me pijn. Heel veel pijn, ja. Dat, er zit zoveel op ook, weet je. En ik heb die stuur ook nodig. Jeetje Maria. Ik vind het vreselijk hoor, als ik een dweil krijg. Maar ja, we wachten het af. Woensdag komt hij, woensdagmiddag. Dus ik ben woensdagmiddag niet weg. Dan denk ik, ja, ik heb gezegd, ik moet ook lopen met collecten. Dus ik hoop dat hij op tijd is. Nou ja, ze komen op tijd. Tussen 12 en 4. Nou, dat kan hem dan net. Maar in ieder geval, ik bewacht het af. En woensdag horen jullie inderdaad ook hier meer van. Dus ja, en hij zei ook, hij ziet er nog prachtig mooi uit. Ja, ik hield hem erbij, ik hield hem bij, ik hield hem mooi. Weet je? Enkel, ja, die stuur die is natuurlijk nou 2 keer rubber eruit vanwege die dingen die erop zitten. Maar en, weet je, dit is zo bizar. En mijn luchthoorn, oh jeetje. Ja, oh, ik zit er zo mee in mijn maag. Oh, nou, we zien wel hoe we het gaan beleven. En ja. Ik wacht nou af tot woensdag. Ja, meer kan ik ook niet doen.
Maar ja, verder, wat de dag, ja, wat, hoe laat is het? 14:50 op die 14:58. Dus ja, ik ga eventjes mijn hoofd leegmaken. Ik weet het even niet. Ik zou zeggen tot later. Zo, lieve vrienden, ja, het is alweer laat. Tenminste, wat is laat? Het is 1:58, dus bijna 2:00 in de nacht. Ik heb net even een heerlijke, spannende film gezien. Dus ja, dat vind ik altijd wel even weer fijn. Ik heb ook een vlog in elkaar gezet, die ik naar YouTube gebracht. Ik ben nog weer even op Facebook geweest. Ik ga nou met de meisjes uit en daarna gaan we natuurlijk naar ons bedje toe. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten, lekker slapen en uiteraard weer gezond opstaan. En ik zou zeggen, graag tot aan de andere kant van de nacht.